Hey hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Jocelyn Jones en ik heb een online teken- en schilderstudio voor kinderen. En laatst kreeg ik de vraag, hoe ziet je les er eigenlijk uit? Nou, dat zal ik je vertellen. Wanneer we beginnen, logt iedereen in via de computer, via een Zoom-verbinding. En dan komen alle kopjes binnen op mijn scherm en op jullie scherm. En als iedereen dan binnen is gekomen, vraag ik eerst, hoe gaat het? Hoe is het? Hoe is je week geweest? Heb je nog iets geks of leuks of spannends meegemaakt? Dan kletsen we even 2 minuutjes of zo. En daarna leg ik uit wat we gaan doen, die les. Dus ik laat het voorbeeld zien van wat we gaan maken. Dan heeft iedereen een idee en een voorstelling van wat het gaat worden uiteindelijk. Dus je ziet het eindresultaat al. En dan gaan we beginnen. En ik werk vaak met een lightpad. Die kan ik wel even laten zien. Dit is een lightpad. En die gebruiken we met het raster, tekenraster. Iedereen heeft hetzelfde raster. En dan zet je hem aan, je legt er een stuk papier bovenop. En dan heeft iedereen hetzelfde raster, zodat je kan zien hoe groot je iets moet tekenen of hoe klein. Op welke plek op het papier. Ik zal daar een aparte video over maken, kan je zien wat dat allemaal is. En dan gaan we beginnen met tekenen. Dus dan hebben we de schets. Dan werken we de schets uit en dan vullen we het op met kleur. En de laatste fase geven we het allemaal details. En tussen gedurende het hele uur dat ik les geef, kijk ik af en toe even binnen bij jullie. En dan vraag ik even, kun je je werk even laten zien? En dan kan ik met je meekijken en dan kan ik zien of het allemaal goed gaat. Of je misschien iets mist of iets groters moet maken of iets kleiner of meer schaduw. Dus dan kan je tussendoor wat tips geven. En tussendoor kan je natuurlijk ook zelf wat vragen stellen. Als je hulp nodig hebt, dan hoor ik dat altijd heel graag. En aan het einde van de les zijn we dan klaar. Dan houden we het werk in het scherm, zodat we allemaal kunnen zien hoe het werk is geworden van elkaar. En dan ronden we af. En als je nog niet helemaal klaar bent met je werk in dat uur, dan kan je na de les natuurlijk zelf verder. Kun je het afmaken. En na de les stuurt iedereen altijd zijn werk in via de WhatsApp groep van die les. En dan kan ik al het werk van dichtbij bekijken. Dus dan kan ik even goed inzoomen. En dan kan ik zien wat je gemaakt hebt. En dan geef ik je complimenten. Of ik zeg misschien kan je dat er nog aan toevoegen. Of misschien kan je dit nog iets anders doen. En dan heb je een perfecte tekening waar je heel erg trots op kan zijn. Dus dat is een beetje hoe de les in elkaar zit. Als je zelf nog een vraag hebt over de lessen, dan kun je ze stellen. Stuur je vraag naar dit adres, mail@studiojocelyn.nl, en dan zal ik hem beantwoorden. Oké, tot de volgende keer. Doeg!